We zijn vandaag hier de in vitro plant van Grazalco in Kommerweide. En zoals velen van u bekend, is hier een faciliteit neergezet om plantmateriaal aan te maken. Niet zomaar plantmateriaal, het is plantmateriaal welke helemaal vrij is van ziektes en welke men graag gebruikt. Want als je investeringen pleegt en je begint met slecht plantmateriaal, dan kan het jou een aanplanter goed doet, maar je hele business kan, je hele investering kan eraan gaan. Er is hier een faciliteit welke qua opzet miljoenen gekost heeft. Het is nu in handen van het bedrijf Grazalco, welke onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen valt. Maar mijn interesse is, heeft mij hiertoe gebracht om te kijken van wat voor plantmateriaal er allemaal geproduceerd wordt en welk deel voor de agrarische sector gebruikt kan worden. Het bezoek hier is afgelegd op uitnodiging van de heer Dury, de directeur van Invitro Plant hier. En ook de Franse ambassadeur heeft meegedaan. En we hebben een hele mooie rondleiding gehad en door het labgedeelte en de kassen. En het ziet er prachtig uit. Tot mijn verrassing zag ik dat eigenlijk alle soorten plantmateriaal hier geproduceerd kan worden. Voor de agrarische sector, variërend van een bananenbakoven, sierplanten, koffie, cacao, noem maar op. Dus je kunt een heel range van planten hier laten produceren. En we gaan van hieruit, hier willen we als basis gebruiken om de agrarische sector verder op te pakken. Maar ook de boeren van gezond plantmateriaal te voorzien. Dus het is nu een kwestie van praten met een bedrijf Grazalco, ook mijn collega van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook de Fransen zijn bijzonder geïnteresseerd in het project. Trouwens, ze doen al mee, het bedrijf Sirat in Frankrijk, een soort moederorganisatie. Dat is een instelling waar voornamelijk het plantmateriaal vandaan komt, waar ook de technologie vandaan komt. En mensen van hier worden ook getraind door Sirat, dus die moeten we zien te behouden. En nu gaat het erom van wat voor mix je nu gaat maken met de diverse stakeholders erbij om dit bedrijf tot grotere hoogte te tillen.